Oud-Hollands blikken gooien. Zo is het, met als doel om zoveel mogelijk levensmiddelen van ons af te troggelen. In dit geval gooit Celine voor Manuel. Die staat op 6 producten nu die hij vrijdag moet inleveren voor deze actie. Daar kunnen er nog 6 bij komen. Je hebt 3 pogingen. Oké, nee, ik wou zeggen. Ja. Ik wou een deeltje maken. Want ik ben echt, ik kan weer andere dingen zoals mijn man altijd zegt. Ik ben de slechtste ballengooier ongeveer op aarde. Als ik hem nou echt gênant weggooi, zeg maar, in de andere studio. Ja. Dan wil ik mijn hulplijn inschakelen om namens mij te gooien. Nou, Arthur staat hier, staat hier onder. Arthur Bordet is nog paraat. Ik ga het 1 keer proberen en als het gênant is, dan gaat hij. Ze gaat staan. Ze gaat staan. Ze denkt, hoe gooi je in godsnaam zo'n bal? Nou, oh! Jongens, oh jongens. Nou, dit is een unicum. Dit is echt... Dit maakt u nooit meer mee. Het is fijn dat u erbij was. Ik zou op je hoogtepunt stoppen. Ik zou gewoon naar huis gaan. Zit zich heel erg in te dikken. Slechtste ballengooier alle tijd. Blijkt ze gewoon zo'n handbaltrofee thuis te hebben of zo. Oh. Maar is het ook echt? Nee, echt niet. Ik ben echt een hele slechte gimmer. Nou, het staat nu 12-4 in 12-4, één keer. 12-4, ja. Ik ben blij dat we nog gasten krijgen. Want anders wordt het gênant voor je, Manuel. Ja. Nou, tot nu toe was het leuk dat je er was. Nee hoor, 12 producten geef ik met hart aan de voedselbank. En heb je zelf nog een leuke bijdrage of een leuke actie, dan kan je dat natuurlijk altijd nog eventjes een mailtje sturen naar ons. En dan sturen wij een van onze verslaggevers erop af. Stuur dan eventjes een mailtje naar voedselbank@omroepwest.nl.